Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een van de meest nutteloze Minecraft tutorials laten zien, doen, hoe je het wil noemen. Want vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een villagerhuis moet bouwen. Zoals jullie kunnen zien, het is een mooi knushuisje, supergezellig, mooi gedecoreerd. En dat wil natuurlijk iedereen. En het is natuurlijk een best wel moeilijk huisje om te maken uiteindelijk. Dus ga ik het jullie laten zien. Goed, alles wat je voor dit huisje nodig hebt is 55 oak 6, 34 oak planks, 22 oak logs, 37 koppelstone, 1 door en 1 torch en 3 glas. Dat is alles wat je nodig hebt. Zo simpel is het, dus het is niet heel veel spullen, maar je moet wel even weten hoe je het natuurlijk moet maken. Goed, we gaan beginnen met het uitleggen van een platform van oak planks van 3x3. Dan, als we dat 3x3 platform hebben, gaan we daar een rand omheen maken van 3 blokken van koppelstone. Dus aan elke kant komt een klein rijtje van 3 koppelstone, zoals dit. Wat we dan gaan doen is, we plaatsen in elke hoek plaatsen we een oak log. Die oak log maken we voor nu even 3 hoog. Dan plaatsen we aan de voorkant een ster met erin alvast de deur, zodat we daarom met koppelstone een frame kunnen bouwen. Zodat we weten waar de deur komt. Wat we dan gaan doen is, we gaan aan iedere kant gaan we nog een rijtje maken van 3 koppelstone, zodat we een rijtje ervan krijgen. Dan gaan we aan elke kant een oak log plaatsen in deze volgorde, dus schuin. Want daartussen komt de glas, dus dan kunnen we het glas ertussen plaatsen. En dan om het af te maken plaatsen we nog meer oak log op de hoeken. En daartussen stoppen we koppelstone. Goed, als we dat gedaan hebben, dan moet het er zo uitzien en dan gaan we verder met het plaatsen van het dak. Wat je wilt doen is, we gaan op de rand, gaan we eentje omhoog, plaatsen we rand met ook planks. Dan gaan we kruisen naar de zijkant en plaatsen daar stairs aan de buitenkant van de oak planks. Als je dat gedaan hebt, ga je naar de bovenkant van de oak planks. Plaatsen we daar nog een rijtje met toortjes. Plaatsen we er nog een rand met oak stairs. Dan aan de binnenkant van de oak stairs plaatsen we nog één rand met oak planks. Daarop zetten we nog een rand met oak stairs. En daar aan de zijkant zetten we nog één oak plank. Dan komen we naar beneden. Boven de deur zetten we één torch. Doe de deur open. Moeten we even nog een bed pakken. Bed plaats je aan deze kant. En een mooi stoeltje plaats je aan deze kant. En dan heb je het fantastische villagerhuisje. Je kan het eventueel nog afmaken met een paar bloemetjes. Beetje voor de decoratie. En je kan het pad nog een beetje hier naartoe laten werken. Dat mooi aangesloten zit op de rest van de village. Ik hoop dat je dit een ontzettend interessante tutorial vond. Mocht je een tutorial willen van iets anders, laat dat vooral weten in de reacties. En dan zie ik jullie een volgende keer. Joejoe!